Ga ik dit echt doen? Ga ik echt 7 dagen achter elkaar een koude douche nemen? Tuurlijk. Als je me persoonlijk kent, dan weet je dat ik kou echt haat. Ik zet het liefst de verwarming op 80 graden en ga lekker onder een dekentje zitten. Maar ik dacht er even verandering in te brengen en uit mijn comfortzone te stappen. Jongens, een korte onderbreking. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, ga dat dan zeker even doen. Want het doel is om in 2021 de 50.000 abonnees te behalen. Het klinkt misschien als een groot doel, maar met de support van jullie is echt alles mogelijk. De komende weken komen er hele toffe en nieuw soort video's aan die nog niet in Nederland zijn. En ik heb er een heel groot budget in geïnvesteerd. Dus mocht je deze video's nou leuk vinden, dan zou ik het zeker waarderen als je even op die abonneerknop klikt. Dag 1. Oh, het was een... hel. Ik heb er zo geen zin in, jongens. Let's go. Eerst normale douche, daarna koud. En voor de mensen die denken dat ik naakt ben, nee, ik heb gewoon een onderbroek aan. Oké, jongens, zijn jullie er klaar voor? Ik niet, maar ik ga het wel gewoon doen. 3, 2, 1. Ik ben vergeten de timer aan te zetten. Oké, hij staat op 30 seconden. Go. Dit is niet te doen. Mijn hele lichaam staat strak. Wow, yo. Oh, dat zit er ook weer op. Wow. Oh mijn god, ik ben wel echt helemaal wakker, voel ik. Oh. Mijn hele badkamer is wel nat geworden. Misschien ken je het wel dat je een keer in de sloot bent gesprongen voor een weddenschap of zo. En het water was gewoon zo koud dat je spieren gewoon begonnen te krampen, jongen. Te krampen, echt niet normaal. Maar ja, waar zijn die koude douches nou eigenlijk goed voor? Nou, naast dat het goed is voor het milieu, heeft het ook nog veel lichamelijke voordelen. Het is namelijk goed voor je immuunsysteem, je bloedcirculatie, gewichtsverlies, je huid en nog veel meer andere dingen. Nou kan ik dat van dat gewichtsverlies wel even gebruiken. Alsof de koude douches nog niet genoeg waren, deed ik ook nog de Wim Hof ademhalingstechnieken. How simple it is, how many complications will go away if you only do this. Let's go. Je moet aan het begin heel goed en heel diep ademhalen en daardoor laat je een soort van je lichaam op met lucht, energie, allemaal van dat soort dingen, allemaal gekkigheid. Ik heb er zelf ook niet zo in verdiept, maar ik dacht ik doe het gewoon om te kijken wat nou de voordelen ervan zijn. Als je eenmaal bent opgeladen met lucht is het de bedoeling dat je 2 minuten lang je adem in gaat houden. En misschien denk je 2 minuten is kort, maar ik kan jullie vertellen jongens, 2 minuten is echt heel lang. De eerste keer leek het wel echt alsof ik dood ging. Na 1,5 minuut werd het super moeilijk en ging mijn lichaam over naar een soort overlevingsmodus. Dit is het moment dat je adrenaline inkikt en je een soort rustgevend gevoel krijgt achteraf. Zo, dat was raar man. Ik voel me wel heel ontspannen. Ik kreeg een soort tinteling in mijn hoofd toen ik aan het ademen was. En toen ik mijn adem in moest houden, ja ik weet niet. Het was gewoon een raar gevoel. Dag 5 en mijn lichaam begon een beetje aan de kou te wennen. Ik lette op mijn ademhaling en was daardoor ook minder buiten adem, zoals ik eerst was. En vooral overdag voelde ik me een stuk productiever en fitter. Het voelde alsof ik de eerste taak van de dag voltooid had en niks meer mijn dag kon verpesten. Maar nog steeds haatte ik de koude douche, jongens. Maar ja, wanneer je juist geen zin hebt, dat zijn de momenten dat je door moet pakken en dat je resultaten gaat boeken. Het is dag 6, dat betekent dat we 2 minuten onder de koude douche moeten staan. De laatste 7 dagen heb ik de tijd opgebouwd van 30 seconden naar 2 minuten lang. Dit deed ik door elke 2 dagen de tijd te verlengen met 30 seconden. Maar zoals jullie kunnen zien gaan de 2 minuten al een stuk beter dan de 30 seconden op de eerste dag. Oh, ik heb overal kramp. Ik heb echt letterlijk overal kramp. Ah, ik ga gewoon neervallen. Ik sta altijd zo onder de douche, dus het koude water komt allemaal op mijn achterhoofd. En mijn achterhoofd die verdooft echt gewoon. Het doet echt gewoon pijn. Alsof je iets kouds hebt gedronken, bijvoorbeeld een hele koude milkshake of een ijskoffie of zo, dan krijg je toch zo'n brain freeze. Nou, dat dus alleen dan echt alleen in je achterhoofd. Dag 7, de laatste dag van de challenge. De 2 minuten staan op de timer. We gaan het gewoon doen en dan zijn we er vanaf. Oké. 3, 2, 1. Het was buiten super koud en aan het vriezen, dus ja, de perfecte dag om er nog een lekker koud douche bij te knallen. Ik zit erop jongens, we hebben het gehaald.
Ook al was mijn borst super rood en had ik heel veel kramp, ben ik alsnog blij dat ik dit heb doorgezet en de 7 dagen heb gehaald. Yes. Oh, wat was dit een hel, maar ook alweer echt goed van mezelf dat ik dit heb gedaan. En tot op de dag van vandaag neem ik nog steeds elke ochtend een koude douche. Natuurlijk heb ik wel eens een warme douche genomen tussendoor. Dat voelde ook echt als, ja, ik weet niet. Het was gewoon echt heerlijk als je na 7 dagen gewoon even lekker warme douche mag nemen. Dat voelt gewoon echt alsof je jezelf mag verwennen. Ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor het kijken. Vergeet ook niet een like achter te laten. En dan is het voor mij nu tijd om te gaan. Later.